Welkom. Welkom bij de kennislunch. Misschien heb je je broodje in de hand of ben je gewoon nog volop aan het beeldscherm gekluisterd. Dit is de kennislunch over COVID, de metingen, het dashboard. En dat is misschien wel het meest spannende onderwerp op dit moment, als het gaat over feiten, duiding en de impact op de maatschappij, op jouw leven. We horen er veel meer over. Vandaag doe ik dat met mijn duo-host, Bert Palsma, onderzoekscoördinator bij de STOA op het gebied van de waterketen. Welkom Bert. Dank je. We hebben een leuk uur voor de boeg met sprekers, twee presentaties, reflecties. En je kunt meedoen in de poll. En daar ga ik direct mee starten. In jullie scherm zie je rechts de chat lopen. Als je daar aanmeldt met je naam en even de voorwaarden accepteert, kun je ook mee stemmen. En de eerste vraag die ik jullie wil voorleggen is: hoe vaak bekijk je het corona-dashboard? Is dat elke dag, elke week, soms of nooit gezien? Welk corona-dashboard? Wij zijn benieuwd naar jullie vragen voor, of jullie antwoorden eigenlijk. En reacties kun je natuurlijk ook nog in de chat zetten. Bert, wil jij ons meenemen in dit onderwerp? Wat doen de waterschappen met COVID? En waarom dit onderwerp tijdens de kennislunch? Maak de eerste sheet. Ja. COVID gaat over feiten. Welke kant je het ook uitdraait, dus do facts matter. Ja, alsjeblieft. En feiten in het rioolwater zijn belangrijk. Er worden 318 RZT's met 337 monsterpunten bemeten. En sommige zijn daarbij niet zo heel erg spannend, omdat daar bijvoorbeeld vooral industrieel afvalwater op zit en geen humaan afvalwater. Dus zo'n 328 punten worden 2 maal per week bemonsterd. En dat is nu 2 maal per week. En dat willen we verder opschalen naar 7 keer in de week. Hoe snel dat precies gaat is vers 2, zo snel mogelijk. Grootste moeite was wel, grootste traagheid hierbij is geweest om monsterkasten op een goede manier te installeren. En op alle plekken die bemeten worden een goede, zoveel mogelijk NEN-conforme bemonstering te organiseren. We hebben een dashboard. En dat dashboard wordt gebruikt en bekeken. Ik hoop dat jullie er ook op kijken. Maar er wordt ook steeds gekeken hoe we het dashboard kunnen verbeteren. Door onderzoek bijvoorbeeld samen met Erasmus, MC en KWR. In Amsterdam is het RIVM uitgebreid met onderzoek bezig. En daar wordt gekeken, hoe kunnen we nou bovengrond en ondergrond beter aan elkaar knopen? Hoe kunnen we dat dashboard beter bij de feiten aan laten sluiten. Er zijn goede afspraken tussen het Rijk en de waterschappen, want waterschappen hebben een enorme hoeveelheid infrastructuur geïnstalleerd, moeten installeren om die bemonstering op een goede manier te organiseren. En daar is een hoop geld mee gemoeid, maar er zijn uitstekende afspraken tussen Rijk en waterschappen erover gemaakt. Die infrastructuur die blijft voorlopig staan. Want als COVID weg is, ja, wat gaan we dan doen? Nou, daar zijn we nu al over aan het nadenken hoe je die bemonsteringsinfrastructuur zou kunnen gebruiken voor waterkwaliteit, maar misschien ook voor volksgezondheid. Ik kom er aan het eind van deze sessie nog kort op terug. Maar dat we op zoek zijn naar het slim toepassen van die spullen, ja, dat lijkt me duidelijk. Ga naar de poll, Maarten. Ja, heel goed. Dankjewel, Bert. Dus het is een heel relevant onderwerp waar de waterschap en STOA zich flink mee bezighouden. Jullie zien inmiddels de uitslag van de poll. Elke dag een klein percentage, elke week vaker. En soms bekijken de meeste mensen het dashboard. Er is toch ook nog een heel groot percentage die dat hele dashboard nog nooit gezien heeft. En terwijl ik denk, Jeroen van Leuken van het ministerie, Bert zal hem zo nog introduceren, is programmamanager daarvan. En misschien heeft hij wel de meest spannende baan op dit moment in het epicentrum. Hij zit in Den Haag, we horen dadelijk meer van hem. Ik introduceer direct de tweede vraag voor vandaag, voor deze sessie. En dat is, hoe vaak heb je het afgelopen jaar sites gelezen met alternatieve gegevens en feiten naast het RIVM-dashboard? Dus dat is eigenlijk, hoe vaak check je je eigen feiten of de feiten die de overheid ons aandraagt? Ik ben benieuwd. Bertie neemt ons nog even mee verder in zijn introductie en introduceert dan ook de eerste spreker voor vanmiddag.
Ja, feiten en COVID, dat is leuk. Er stond een stukje in de Volkskrant, heb ik het uit. Nieuwe rekenmethode, aantal gezette vaccinaties in Nederland opeens 50% hoger. Nou, wat dus op de dag daarvoor een feit was, blijkt de dag daarna toch net niet helemaal waar te zijn. De data klopte misschien wel, maar de informatie was niet helemaal correct. Dit speelt de hele tijd bij zulke soort interpretaties van gegevens. En is misschien ten dele onvermijdelijk. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? En het is ook een beetje hoe je naar de problemen kijkt. De mevrouw of meneer aan de linkerkant ziet 4 planken. En de mevrouw of meneer aan de rechterkant ziet 3 planken. En die roepen naar elkaar. Ik zie er 4, ik zie er 3. Ze hebben allebei gelijk. Dus blijf niet roepen naar elkaar. Ga met elkaar in gesprek. Want soms zijn er verschillende perspectieven. Soms zijn er verschillende doelen. Soms zijn er verschillende gebruikers. Zodat je naar dezelfde informatie verschillende manieren kunt kijken. Nou, dat gesprek en het roepen proberen we vandaag te organiseren met Jeroen van der Leuken en Jeroen Langeveld. En als eerste spreker Jeroen van der Leuken, programmamanager Corona Dashboard bij het ministerie van VWS. Jeroen, alsjeblieft. Ja, goedemiddag allemaal, mijn naam is Jeroen van Leuken. Ik ben inderdaad werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor het corona dashboard. Als ik de eerste slide mag. Ja. Werkzaam aan het corona dashboard. En nou ja, dank voor de introductie, Bert. Heel interessant punt wat je net aanhaalde over de vaccinaties. Dat was dan gelijk ook het spannendste onderdeel van het dashboard afgelopen jaar, zou ik wel bijna durven zeggen. Omdat er heel veel behoefte was aan feiten op dit onderwerp en die feiten niet aangeleverd konden worden vanuit RIVM. Is er een soort berekening gemaakt. Nou, dat is een tijdelijke. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk daar weer terug te gaan naar wat er daadwerkelijk ook geregistreerd wordt. Het plaatje dat je hier ziet is het huidige corona dashboard. En ik zou ook de mensen die net gestemd hebben op met regelmaat of enkele keren of nooit ook willen vragen om weer eens een kijkje te nemen. Want dit is het dashboard dat een week geleden flink is bijgewerkt. Een heel nieuw jasje heeft hij gekregen. Do Facts Matter. Mooie titel waar ik bijna op zou zeggen, ja natuurlijk. Feiten spelen een hele belangrijke rol in deze crisis. Als je met zo'n crisis te maken hebt, dan moet je sturen op de feiten. Wil je dit virus kunnen beteugelen? Wetenschap speelt daar dus een hele belangrijke rol. En dat zie je in de katshuissessies die elke week of elke 2 weken plaatsvinden, waar Jaap van Dissel een presentatie geeft. Maar je ziet het ook in de media, waar elke dag een heleboel cijfers rondgaan. Nou, het dashboard hebben we dan natuurlijk ook nog. Het dient ook als een soort van referentie om al die complexe informatie op een zo begrijpelijk mogelijke manier weer te geven. Nou, in deze korte presentatie wil ik jullie graag een kijkje geven achter de schermen hier. En vooral als tweede deel welke rol het rioolwaterprogramma daarin speelt. We varen in de mist. Uitspraak die we in het begin van het jaar wel vaker hoorden van onze minister-president. We moesten in die eerste golf heel erg sturen op de ziekenhuiscijfers, IC- en ziekenhuisopnames. Maar ja, die lopen best wel achter. Dus we hadden een heleboel cijfers niet tot onze beschikking over hoe de epidemie zich op elk moment, op dit moment, ontwikkelt. Een heleboel cijfers ontbraken ook nog. Nou, dit is een plaatje, de piramide eigenlijk die de basis vormt voor het dashboard. De bovenste helft laat ik hier nu eerst even zien. Die toont eigenlijk dat die IC- en ziekenhuisopnames, die zitten helemaal boven in de ijsberg. Maar die lopen 2 tot 3 weken achter op de werkelijkheid. Als je daarop stuurt, als je vandaag ingrijpt met nieuwe maatregelen, dan duurt het 3 weken voordat je daar effect van gaat zien. Dus wat je eigenlijk wil, is die onderkant vergroten. Die onderkant van die ijsberg beter in beeld brengen. Nou, dat hebben we met testen gedaan. Heel groot testprogramma opgezet na de eerste golf. En dat zijn cijfers die je ook op het dashboard ziet sinds die tijd. En als je bijvoorbeeld de testcijfers nu vergelijkt met het voorjaar, dan zijn dat natuurlijk veel hogere getallen.
Nou, onder die testijsberg zitten nog een heleboel andere cijfers. Ook de rioolwatercijfers, daar kom ik zo terug. Want al deze cijfers die moesten natuurlijk ontsloten worden. Op een toegankelijke manier, op een begrijpelijke manier. Ze staan elke week in de RIVM-weekrapporten die zo de 80 pagina's geloof ik wel halen elke week. Maar dat is voor de gemiddelde burger natuurlijk niet zo goed te begrijpen. Dit is een plaatje van het dashboard zoals hier de zomer eruit zag. Zoals we hem toen gelanceerd hebben. En deze verversen we elke dag met nieuwe cijfers en met nieuwe data. En dat doen we voor twee doelgroepen. Aan de ene kant het algemeen publiek om begrijpelijk te laten zien van wat is er nu op dit moment aan de hand. Om deze cijfers te volgen. Aan de andere kant is het ook bedoeld voor onze bestuurders, voor de bestuurders van de veiligheidsregio's en hun beleidsmakers. Zodat ook zij elke dag inzicht hebben in de cijfers. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk een heel stuk verder. Kunnen we veel meer informatie tonen over al die cijfers die dagelijks vanuit het RIVM, de GGD'en, de ziekenhuizen en de zorginstellingen aangeleverd worden. We tonen grafieken, we tonen kaarten, we tonen aan de sidebar alle getallen die op dit moment gelden. We vatten ze samen in een risiconiveau. En dat alles moet het hele beeld eigenlijk elke dag geven. Nou, we staan ook open voor verbeteringen natuurlijk. We zijn ook een loket voor burgers en professionals. Ja, als er suggesties zijn of tips of er worden fouten ontdekt, dan nemen we dat eigenlijk gelijk mee in de verbetering van het dashboard. Want het doel is begrijpelijk en eenduidig laten zien hoe de epidemie zich ontwikkelt. Nou, dat zijn de data zelf. Die zijn interessant, die zijn relevant. Maar de volgende vraag is natuurlijk, wat doe je daarmee? Welke rol speelt het in de besluitvorming? Nou, hier links zie je de risicokaart van Nederland zoals die op dit moment geldt. Heel Nederland staat op het hoogste niveau, zeer ernstig. Maar hoe kom je daar nou? We hebben eigenlijk te maken met de continue monitoring en advisering. Het dashboard speelt daar een rol in. We hebben ook de cijfers van het RIVM elke week. We hebben de cijfers van de GGD, van de veiligheidsregio's. Het OMT-advies dat elke week uitkomt. En al die informatie samen, die komt eigenlijk op tafel te liggen in de gesprekken tussen Rijk en regio. En op basis daarvan wordt Nederland ingedeeld in bepaalde risiconiveaus en wordt besloten welke maatregelen nodig zijn om het virus verder te beteugelen. En dat wordt natuurlijk niet automatisch gedaan, die maatregelen. Daar wordt ook gekeken wat de impact is van al die maatregelen op de samenleving. Dat wordt meegewogen natuurlijk. Want je wilt het virus zo hard mogelijk raken natuurlijk, maar de schade zo klein mogelijk houden. Nou, dan even terugkomen tot de piramide die ik net noemde. De rioolwatersurveillance is een van de onderdelen van de brede surveillance, het brede surveillance plaatje. En onderscheidt zich ook ten opzichte van al die andere indicatoren. Heel veel humane surveillance data worden al jaren verzameld, eigenlijk ook voor andere infectieziekten. Hebben ook hun meerwaarde al bij andere epidemieën bewezen. En voor rioolwatersurveillance is dat eigenlijk vrij nieuw. Maar het is er wel eentje die heel veel. Nou, dit is een artikel van de Volkskrant van afgelopen zomer. Dat is eigenlijk de boodschap waarmee we toen dit programma hebben opgezet. Zou het nou kunnen dienen als een vroege waarschuwing voor opkomende verspreiding van het virus? Inmiddels weten we met alle data die verzameld misschien niet zo is. Maar we weten wel dat er inmiddels al heel veel gegevens verzameld zijn. En dat er natuurlijk veel bredere mogelijke toepassing is. Voor de korte termijn zijn we natuurlijk enorm benieuwd naar wat betekenen nou al deze gegevens die we nu verzameld hebben. Hoe verhouden ze zich tot de testcijfers die verzameld worden door de GGD? Hoe verhouden ze zich tot de ziekenhuiscijfers die gerapporteerd worden? En kunnen we daarmee rioolwatersurveillance ook als een soort parallele surveillance methode laten dienen, waarbij we mensen niet eens hoeven lastig te vallen. Waarbij we niet afhankelijk zijn van de bereidheid van mensen om naar een teststraat te komen. Kunnen we misschien ook mutanten vroegtijdig ontdekken in het rioolwater? Zien we het effect van maatregelen terug? Zien we het effect van het vaccinatieprogramma terug? En naar de toekomst toe, kan het dienen als een radar voor toekomstige pandemieën? Nou, dat zijn allemaal hele grote vragen, waar natuurlijk niet zomaar antwoorden op te krijgen zijn. Bert gaf net al even aan, we monitoren nu ongeveer 1 à 2 keer per week op de meeste locaties.
Maar de bedoeling is dat op hele korte termijn al verschillende delen van Nederland 7 keer bemonsterd gaan worden per week. En dat gaat natuurlijk heel veel data opleveren, die allemaal geanalyseerd kunnen worden en die ook als open data ontsloten worden. Voor analyses en voor verder, het verder vinden van al die antwoorden. In de besluitvorming speelt rioolwater natuurlijk nog geen rol. Daar zitten we toch echt nog vast eigenlijk aan de harde cijfers vanuit de teststraten en de ziekenhuizen. Maar voor de burger is dit nu al wel relevant. We krijgen best veel vragen, ook het RIVM krijgt veel vragen, ik denk andere partijen ook, over wat betekenen nou al deze cijfers. Dit is een plaatje, dit is een ontwerp, dit is een tekening, dus nog geen realisatie van waar we nu mee bezig zijn, om die pagina op het dashboard toch nu al relevanter te maken. Kunnen we nou al die cijfers indelen in een soort van laag, midden en hoog niveau? Kunnen we jouw regio of jouw gemeente vergelijken met een andere regio? En kunnen we die grafiek ook relevanter maken door wat vaker de outliers bijvoorbeeld eruit te laten en die als optie toe te voegen? Nou, dat zijn allemaal schetsen waar we nu aan werken, samen met RIVM ook, om het voor de burger eigenlijk nu al relevanter te maken. En vervolgens stap voor stap stukjes duiding toe te voegen aan het dashboard. Nou, de titel was Do Facts Matter. Zeker, ze doen ertoe. Ze spelen een enorm belangrijke rol. En ik ben ook heel blij met dit programma, dit rioolwaterprogramma. Het is een programma dat nog in ontwikkeling is. Het is een soort open wetenschapsproject, maar daardoor niet minder relevant. Volgens mij heeft het ontzettend veel potentie. En ik ben ook heel benieuwd naar welke antwoorden dit programma de komende weken, maanden en jaren gaat opleveren. Voor de volksgezondheid en nu voor de coronacrisis, maar in de toekomst wellicht ook voor andere infectieziekten. Dank jullie wel. Dank je, Jeroen. Mooi verhaal. Eén vraag naar aanleiding van je presentatie. Je zegt begrijpelijk en eenduidig. Zit daar geen spanningsveld op? Want de virologie, de wereld staat bol van. We hebben meer virusdeskundigen dan voetbaldeskundigen. Maar begrijpelijk en eenduidig is lijkt me lastig. Ja, daar zit een spanning op. En er zit bijvoorbeeld ook een spanning tussen de twee doelgroepen die wij bedienen. Het publiek en onze bestuurders. Kijk, wat we in het dashboard als model hebben liggen, is eigenlijk een soort abstractiemodel waarbij je op het dashboard bovenop landt met de meest belangrijke cijfers. De trendgrafiek zijn de belangrijkste cijfers en vooral verhalend inzicht in de epidemie. En hoe dieper je gaat, hoe complexer de informatie wordt. Nou, die stopt op een bepaald moment en dan ga je eigenlijk door naar de rapporten van het RIVM bijvoorbeeld, als je daar meer over wil weten. Dus op die manier proberen we daar toch een gelaagdheid in aan te brengen. Maar we zien dat heel veel burgers behoefte hebben aan toch op hele begrijpelijke manier meegenomen worden in de belangrijkste rode draden in deze datasets. Dankjewel. Mooi. Maarten, ja, we hebben een vraag. Ja, zeker, zeker. Jullie hebben al geantwoord op de eerste poll, of de tweede pollvraag alweer. En daar blijkt uit dat een deel van jullie kijkt eigenlijk nooit op alternatieve bronnen. En gebruikt het dashboard als belangrijkste bron voor gegevens. Maar een groot deel is enkele keren of zelfs met regelmaat te vinden op alternatieve op zoek naar alternatieve gegevens en interpretatie. Dus wat zeggen anderen of hoe frame je dit? Het mooie van de piramide die we net hebben gezien, is dat in de volgende sessie komt die piramide terug en dan zie je wat die piramide en de framing daarvan eigenlijk met je brein doet. En hoe zwart of roze die kleurt en hoe groot je die maakt, dat doet al iets met hoe je die gegevens interpreteert. Maar dat voor later. Ik wil graag de volgende pollvraag weer introduceren. Hoeveel rioolwatermonsters worden er nu wekelijks door de waterschappen genomen in het voor het coronadashboard? Zijn dat er 134, 327, 656? Of is jouw antwoord in rioolwater zitten geen monsters? Wij zijn benieuwd naar jullie antwoord. Bert, wil jij ons meenemen naar de volgende spreker, want die gaat de ondergrond in, volgens mij. Ja, Jeroen, weer een Jeroen. Jeroen Langeveld, onderzoeker en van zowel aan de TU
Delft als bij Partners for Urban Water. Jeroen, neem ons mee de ondergrond in, de riolering in, alsjeblieft. Ja, heel graag. Fijn om hier te mogen presenteren, want dit is natuurlijk een tijd waarin je als onderzoeker met je neus in de boter valt. Want het is, wat Jeroen net zei, het is open onderzoek, maar het is learning by doing en je rolt er helemaal doorheen. Dus ik heb me vandaag heel erg moeten beperken in wat ik jullie mag delen, want er is korte tijd. En ik wil het vandaag eigenlijk hebben over de metingen van COVID-19 in rioolwater. Is dat nou forecasting? Liggen we nou voor op de testdata of op de andere gegevens? Is het nowcasting of is het nowcasting at all? Klinkt het allemaal goed, maar valt het nog een beetje tegen? Ik gebruik vooral de resultaten van het lopende project, wat Bert Palsma net al zei, met Erasmus MC en KWR. Waarin wij ook hard meedoen met het normaliseren van de riooldata en het analyseren van de gegevens. Ja, mijn klikker doet het. Het onderzoek is vooral in de regio Rotterdam, samen met Erasmus. En wat we daar eigenlijk al sinds de zomer doen, is 3 keer per week het rioolwater bemonsteren. Op een heel aantal dingen. En met spreiding in de ruimte, dus stadsdelen, stadswijken. Het kleinste gebiedje wat we onderzoeken is bijna 5000 mensen. En het grootste gebied, dat is alles wat op Zuivering Dokhaven zit, dat zijn er ruim 300.000. En dan is het interessant om te zien of dat schaalniveau waarop je kijkt, of dat ook nog uitmaakt aan wat je ziet. Uiteindelijk is natuurlijk alles weer privacygevoelig, et cetera. Dus na een tijdje is het gelukt om de rioolmetingen te koppelen aan de GGD-testdata via de postcodes. Dus we weten niet wie het betreft, maar we weten wel, daar wonen die mensen die dit hebben. En op die manier konden we dat koppelen. Nou, de eerste maanden van het onderzoek, elke week krijgen we de labresultaten en die plot je bij de grafiek. En de eerste 2 maanden was het eigenlijk fantastisch. Je kon voorspellen wat er met de GGD-testresultaten ging gebeuren de week erna. Dan kon je gewoon een biertje opzetten of een wijntje en dan kwam dat goed. En zo ging dat tot oktober, ging dat fantastisch. En tot de piek. En na oktober ging die natuurlijk weer een beetje dalen. En vanaf oktober werden we er heel chagrijnig van. Want die relatie die werd eigenlijk per week dat we data kregen slechter. En de voorspellende modellen die we erop hadden zitten, die liepen helemaal vast. Dat leek helemaal nergens meer naar. En dat is natuurlijk super jammer, omdat we dachten een hele krachtige voorspellende tool in handen te hebben. Dus tot oktober was er zeg maar een lagtime van 6 dagen. Dus je kon 6 dagen vooruit voorspellen wat er aan de hand was. En dat was heel stoer. Nou, verderop ging dat niet meer. En toen gingen we eens kijken van waar zit hem dat nou in? En toen hebben we een techniek toegepast, dynamic time warping. Dat wordt ook gebruikt in de stemherkenning, omdat mensen soms sneller praten en soms langzamer, maar je wil het wel nog herkennen. En wat dynamic time warping doet, is dat het een tijdreeks vergelijkt met de andere. En dan kijkt hij, waar zit nou de beste overlap? Nou, dat rode lijntje onderin representeert de GGD-testresultaten. En dat zwarte lijntje daarboven rioolmetingen op één zo'n locatie. En dan zie je daar allemaal verbindingslijntjes tussen. En de helling van die lijn zegt eigenlijk waar het beste op past. En dan zie je dat in de aanloop naar de top, voor oktober, lag het riool voor op de GGD-testresultaten, een dag of 6. Op de top in oktober werd dat ineens 0 dagen en daarna bleef dat ook 0 dagen. Dus kennelijk is er iets gebeurd in die periode met ofwel de rioolmetingen ofwel de GGD-testresultaten. Want reeksen die eerst mooi passen en vervolgens niet meer, daar moet je iets mee doen. Dus vervolgens zijn we in het project heel kritisch naar allebei de gegevens gaan kijken. Dus bij de GGD-testresultaten bijvoorbeeld kijken, is nou dat testresultaat wat je hebt, is dat wel representatief voor die populatie? Hoe zit het met het testprotocol, de beschikbare testcapaciteit? Hoe zit het met de testbereidheid van de mensen? Nou, toen was die privacy die we deze week hebben met de ID-diefstal nog niet in beeld, maar testbereidheid varieert in de tijd. En ook het aantal tests wat daadwerkelijk wordt gedaan. Met andere woorden, je kijkt met een bril naar een populatie, alleen elke week zet je een andere bril op. Nou, dat is best wel spannend. Als je daarmee een lange continuïteitsserie aan het opbouwen bent. Aan de rioleringskant hebben we natuurlijk hetzelfde gedaan. Daar hebben we eens gekeken van, is nou dat monster wat ik neem bij die zuivering of bij dat gemaal, is dat nou representatief voor al die mensen die daar netjes naar het toilet aan het gaan zijn in mijn gebied? Nou ja, dat is representatief,
behalve als je een pompstoring hebt, want dan komt het water niet in je meetpunt. Het is er wel, maar het komt bijvoorbeeld de dag erna en dan meet je niet. Het is ook niet representatief als het heel erg hard regent en je verliest veel afvalwater via de overstorten, want dan mis je virus. Dus dan lijkt het net alsof er minder is, maar er is niet minder. Afhankelijk van hoe je ermee omgaat, speelt de verdunning tijdens neerslag of verdunning door rioolvreemd water of verdunning door industrieel water ook een rol. Moet je allemaal mee omgaan. En Bert zei het net al, het is nog best ingewikkeld om te zorgen dat alle monsternamen plekken voldoen aan de NEN-normen voor betrouwbare monsternamen. Ja, klopt dat allemaal? En ook klopt bijvoorbeeld je debietmeter wel, waarmee je dan uiteindelijk weer bepaalt hoeveel water daar langs kwam. Dus al die dingen zijn we heel erg hard nagegaan. En dat leed eigenlijk tot hele leuke resultaten. Dit is een plaatje van het RIVM, wat laat zien dat je hebt die blauwe streepjes, dus allemaal de testresultaten. En die groene lijn, dat is eigenlijk de datum van de eerste ziektedag. En daar zit verschil tussen. En hoe dichter dat op elkaar zit, hoe dichter je erop zit. En je ziet dat in het begin zit daar veel wit tussen, die groene en die blauwe lijnen. En verderop in de tijd is dat minder. Nou ja. Daar hebben we eens een grafiekje van gemaakt en verhip. Van juni tot en met augustus was de gemiddelde tijd tussen de eerste ziektedag en de GGD-test een dag of 6. Met ook een hele grote spreiding, soms maar 2 dagen, maar soms 12 dagen, net wanneer je aan de beurt was. En je ziet dat het hele testprotocol is steeds verder opgestrakt. En we zitten nu in de fase waarin het 1 dag of zo verschilt. Die vertraging tussen eerste ziektedag en GGD-test. En dat heeft tot gevolg dat je die delay waar ik het strak over had tussen rioolmeting en GGD-test, ja, die kun je dus hieruit verklaren. Want je test is heel erg veranderd. Als we dan de data-analyse doen en daarvoor gaan corrigeren. Toen gebeurde er iets wat we helemaal niet hadden verwacht. Het linkerplaatje geeft met in blauw het rioolwater en in rood de GGD-testresultaten. Geeft aan wat de ontwikkeling in de tijd was van beide curves. En daar zag je dat die testresultaten onwijze scatter hadden. Heel veel variatie in. En toen gingen we vervolgens corrigeren naar datum eerste ziektedag. En toen werd het ineens een supermooie curve. Alleen maar door daarvoor te corrigeren. En dan snap je dat zo'n curve met heel weinig variatie aan de rechterkant op die rioolcurve in blauw, dat je dat dan ook ineens veel beter kan matchen met elkaar. En dat is ook wat we vervolgens gedaan hebben. Een model gemaakt waarmee je de rioolmetingen gebruikt en daarmee berekent wat op die dag de bijbehorende testen hadden moeten zijn. Nou, in deze grafiek is dan blauw de rioolmetingen met daar doorheen een soort trendlijn. En rood is wat we berekenen aan GGD-data. Rood is de GGD-data zoals die is aan testresultaten. En blauw is wat we berekenen, wat het zou zijn gegeven de riooldata. Dan zie je dat het eigenlijk best wel goed past. Behalve in de kerstperiode, want toen gingen mensen allemaal helemaal los, want ze wilden naar oma. Dus toen gingen ze allemaal aanvullend testen. Die periode zien we ook waanzinnige toename van de negatieve testaantallen. Dus dat is de kerstbump, noemen wij dat in de analyse. Er was wel een stijging, maar die was vooral doordat er meer werd getest. Nou, dat soort dingen. Dus oversampling is hier een voorbeeld van. Undersampling is het andere. Als er gebieden zijn waar je te weinig, waar mensen zich niet laten testen, omdat ze bijvoorbeeld niet snappen waar de testlocatie is, of omdat onverlaten hem in de fik hebben gestoken. Dan kun je hieraan zien hoeveel je hebt ondergetest. Dus hartstikke mooi. Vervolgens hebben we ook eens gekeken van, hoe zit het nou met de kwaliteit van dat modelresultaat? Nou, dat hebben we voor de eenvoud uitgedrukt in de R-kwadraat. En dan zagen we dat bij de grotere gebieden zit die R-kwadraat tussen de 0,8 en 0,9. Wat eigenlijk best wel goed is voor zo'n heel simpel regressiemodel. En bij de kleinere gebieden is die R-kwadraat 0,5 ongeveer. Wat ook nog wel leuk is, maar echt wel een heel stuk minder leuk. Toen gingen we eens kijken waar dat dan door kwam. En toen zagen we eigenlijk dat die GGD-resultaten, dus de testresultaten, zijn supergevoelig voor de grootte van het gebied. En dat komt doordat maar een klein percentage van de bevolking laat zich testen. Dus de aantallen mensen die getest worden in een klein gebied zijn heel klein. Nou, dan geldt daar de centrale limietstelling netjes voor. Dat is de gestippelde lijn. En dan zie je dat hoe kleiner je gebied is, hoe groter de
spreiding daar al in zit. En daarmee hoe minder goed je er grip op hebt. Voor de riooldata zie je eigenlijk dat dat bijna horizontaal loopt. En dat betekent eigenlijk dat het schaalniveau tussen 4000 mensen en 300.000 mensen maakt niet uit. Het is daar niet gevoelig voor. Pas als je naar een paar huizen gaat, laten we zeggen 50 mensen, dan wordt de toevalligheid dat iemand het heeft en op de wc zit, gaat een grote rol spelen en dan gaat die curve ook omhoog. Maar dit schaalniveau gaat dat nog hartstikke prima. En dat geeft dus ook aan van, waar komt nou die onzekerheid vandaan? Ben ik bij mijn laatste slide. Conclusies aan aanleiding van al deze onderzoeken. Rioolwater surveillance, het is geen forecasting. Tenminste niet ten opzichte van wat er aan de hand is. Wel ten opzichte van testen als je niet corrigeert voor eerste ziektedag. Het is wel nowcasting. Het is ook krachtiger dan de GGD-testen. Doordat je onafhankelijk bent van het gedrag van de mensen. Maar natuurlijk wel, kwaliteitscontrole op data is essentieel. Want als een debietmeter faalt of wat dan ook, moet je meenemen. 3 keer per week meten is genoeg om deze trend supergoed te volgen. En belangrijk voor de toekomst is, het is ook superkrachtig bij lage aantallen positieve testen. Dus ook in kleinere gebieden. Dus met het riool kunnen we nog veel meer inzoomen dan we nu doen. En zeker straks aan het eind van de curve, als we er gaan komen, wordt dat ook heel krachtig. Hier wilde ik het bij laten. Bumper. Jeroen van Leuken, durf jij nog een dashboard te maken met al deze wetenschappelijke voorbehouden? Nou, ik ben eigenlijk heel enthousiast. Het zijn echt prachtige analyses, Jeroen. Hele mooie resultaten al tot dusver. Dus volgens mij laten jouw analyses juist zien dat dit programma echt wel toegevoegde waarde heeft. Ik vroeg me af, want je koppelt natuurlijk aan de testuitslagen en concludeerde al in oktober vond er een verandering plaats. Dat kwam natuurlijk ook mede omdat de testcapaciteit toen enorm opgeschroefd werd. Ja. Dat gaan we natuurlijk nog een paar keer krijgen. De testcapaciteit gaat nog verder omhoog. Ook asymptomaten mogen er sinds kort bij. Hoe zouden die analyses uitpakken als je koppelt aan de ziekenhuishuis? Of aan het aantal besmettelijke personen dat RIVM berekent? Want die zijn veel, met name de ziekenhuiscijfers, zijn veel harder en stabieler, volgens mij. Ja, ik verwacht dat dat heel veel beter past. En ook het aantal besmetten zoals dat wordt berekend, of het aantal besmettelijke mensen ook. Omdat daar die toevalligheid van het moment van testen en zo in het testprotocol veel minder een rol speelt. Dus waar ik zo voor pleit is dat we die riooldata ook gebruiken in de informatie richting de bestuurders. Omdat het eigenlijk de hele harde onderliggende curve heel erg goed laat zien. En dus ook laat zien van, we kijken met 4 of 5 brillen naar deze epidemie. En dit is een bril die tot nu toe nog onderbenut is. Vooral omdat op het landelijke dashboard natuurlijk 1 keer per week werd gemeten. En dan gaat dat mis, omdat door de toevalligheid zit er dan te veel variatie in en te weinig zeggingskracht. Maar als je eenmaal op tenminste 3 keer per week zit, zou ik adviseren, ga dat alsjeblieft super hard gebruiken. Want het is een veel hardere bron dan die testdata waar het menselijk gedrag zo'n grote rol speelt. Super. Dank jullie wel. Dank voor deze inbreng. We horen jullie dadelijk denk ik nog heel goed terug. We gaan eerst naar het volgende onderdeel. En daarvoor introduceer ik graag 2 wetenschappers die jullie misschien eerder vandaag hebben gezien. Vincent Marchal, hoogleraar aan de Radboud Universiteit over onzekerheid en langetermijnplanning. En Etienne Rouet, die ons dadelijk meeneemt in groepsbesluitvorming en de modellen die daarachter zitten. Ik wilde beginnen met Vincent. Hoe zou jij hier jouw wetenschappelijk perspectief op deze verhalen, maar misschien ook wel op dit grote vraagstuk neerzetten? Ja, dankjewel. Degene die bij mijn presentatie vanmorgen zijn geweest bij de beste besluiten over adaptiviteit, weet inmiddels dat dat het hele monitoren, het inzetten van een soort dashboard, essentieel is. Dus in die zin juich ik de hele dashboard-gedachte vind ik een groot goed. De grote vraag die natuurlijk blijft hangen in deze is, dan heb je dat dashboard en wat dan? Wat doe je als je dingen meet? Ja? Welke acties volgen daar nou uit? Ja, dus niet alleen aangeven dat iets een bepaalde richting op gaat, maar vervolgens wanneer onderneem ik nou actie? Is een belangrijke vraag. Dat is iets wat elke keer weer terugkomt. Bij welk gevarenniveau
stap ik in. En de tweede is, wat ga ik dan precies doen? En kan ik dat nu al voorbereiden ook? Ja, dus niet dat je ad hoc achter de feiten gaat aanlopen. Dus vooral dat vooraf nadenken over die zogenaamde drempelwaarde of signaalwaarde, noem het zoals je wil, als mede de acties die je in de toekomst gaat uitzetten, is iets wat van belang is. Dus in die zin, dashboard prima, maar zeker nog iets, denk ik, wat ook verder uitgewerkt moet worden. Laat ik vooropstellen dat het niet makkelijk is. Dat wordt ook de andere presentatie over de riolering, hè? Als we dat even als een soort verkenningspost benoemen, dan zie je al dat hoeveel tijd je kwijt bent om zo'n instrument zeg maar te verfijnen, te verbeteren, fouten eruit te halen. Hè. We zagen dus die vertraging tot oktober deed niet goed en daarna kwamen er wat problemen in het nowcasting. Nou, dat kost ook weer tijd om dat boven te halen. Dus in die zin, het is niet makkelijk. Plus, je kan je voorstellen, je kijkt straks niet alleen naar rioolwater, maar je kijkt ook naar andere verkenningsposten, andere databronnen, om het zo maar te zeggen. En dat moet je uiteindelijk allemaal bij elkaar brengen. En daar moet allemaal afweging mee gemaakt worden. Dus in die zin, een top-down benadering hè, is hier zeer essentieel in. Vincent, je gebruikt nu het woord je, hè, alsof je het oplost. Hè, hier Jeroen van Leuk of Jeroen Langerveld. Maar het lijkt mij dat hier een hele keten van feiten verzamelen, interpreteren, besluitvormen. Hoe kijk je daarnaar? Want het is niet Jeroen of Jeroen in dit geval die dat hele systeem kunnen besturen. Nee, ja, ik zit een beetje te denken aan de organisatie van de Delta-commissaris, hè, waarbij je een pandemie-commissaris misschien wel moet hebben, of iets soortgelijks met dergelijke bevoegdheden om op de verschillende domeinen data te mogen verzamelen, dat bij elkaar te brengen, die afweging te organiseren, de maatregelen in gang te zetten, et cetera. Met alle regels, bevoegdheden, fondsen, et cetera, die daarbij horen. Dus dat zijn de keuzes die je dan in feite maakt. Het is inderdaad niet zo dat een van de heren, met alle respect voor al hun werk, dat even onder eigen beheer kan gaan doen. Dat is toch echt een gezamenlijke effort. Dankjewel. Etienne, Rawit, welkom ook weer terug. Jij hebt meegeluisterd. Hoe kijk jij, vanuit welk perspectief luister jij hiernaar? We horen graag jouw reflectie. Nou, over de presentaties van de beide Jeroens. Dus zijn er hele gedetailleerde verhalen over informatie die we ophalen en hoe we ons begrip verfijnen van hoe de dingen die we meten samenhangen. Ik heb eigenlijk een vraag al direct. Hoe komt dit aan bij de mensen die besluiten nemen en ook bij het grotere publiek? Wat krijg je hierover terug als je dit presenteert? Valt dit goed? Valt dit ergens? Ik zie dat bij het corona dashboard meten we ook perceptie van mensen, maar dat gaat vooral over de zinvolheid van de maatregelen die we instellen. Maar hoe komt die informatie aan bij de mensen die beslissingen nemen en bij het grotere publiek? Hebben jullie daar ook een idee van? Jeroen van Leuken, Ja, graag. Ja, zeker. Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Het dashboard als product wordt natuurlijk heel erg extern ontsloten naar buiten toe. Maar voor onze bestuurders en ambtelijke leiding hebben wij daarnaast ook nog allerlei, zou je kunnen zeggen, specials hè, van factsheets die de belangrijkste cijfers elke dag weergeven. En daar een stuk duiding ook bij geven. En je merkt ook dat onze bestuurders, onze ministers, enorm geïnteresseerd zijn en ook een enorme data- en informatiebehoefte elke dag hebben over de trends die er zijn en de cijfers die er zijn. En op basis daarvan ook sturen. En dat is dagelijkse informatievoorziening. En de besluiten die worden natuurlijk dan meer op basis van 1 of 2 wekelijkse trends genomen. Maar je merkt enorm veel behoefte aan hebben en daar ook enorm voor openstaan. Hè, om echt op die feiten te sturen wat er moet gebeuren. Dankjewel. En andere presentator zei volgens mij dat je graag zou willen dat die data meer gewicht zouden krijgen. Als ik het goed heb. Ja, zeker. Kijk, we hebben nu met dit onderzoek laten zien hoe hard die gegevens zijn. Dat wisten we daarvoor niet. Toen wisten we alleen, je beschrijft de trend ermee, maar toen wisten we niet heel goed, gaat dat ook goed bij hele grote aantallen, gaat dat nog goed bij lage aantallen? En dat blijkt allebei heel erg goed te kunnen.
En dan jeuken je handen natuurlijk als je dan ziet dat dit soort informatie nog niet wordt gebruikt. En dat op sommige dingen er nog geen informatie is. Bijvoorbeeld, wat ik me kan voorstellen, is dat straks GGD'en bij bron- en contactonderzoek gebruik maken van de riooldata. Dat ze uit testen volgt dan niets meer. Dus ja, wat moet je? En dan ergens flakkert het op. Nou, dan ga je daar dus gericht met zo'n nieuw apparaat, wat deze week was, zo'n blaastest door de wijk. Ik noem maar iets, hè. Dus mijn handen jeuken, zeg maar, om straks te zeggen van, vooral in het grip houden op wat er gebeurt. Ja, dan heb je altijd iets nodig wat laagdrempelig een signaalwaarde geeft. Hè? Van flakkert het weer op of niet? Nou, ik denk dat rioolwater daar perfect voor is. Maar als je alleen dat doet, is het niet genoeg. Dus daarna zal de GGD naar mijn smaak door moeten pakken met bron- en contactonderzoek. Gericht in de gebieden waarvan je zegt, ik vind het hier spannend worden. Ja. En nu nog niet. Op de piek is het overal ellendig. Maar straks gaan we krijgen dat sommige delen schoon zijn. Of gedacht worden schoon te zijn en andere niet. En dan zie ik heel veel meerwaarde van zo'n aanpak. Maar dan moeten wel de lijntjes kort zijn. En dan moet je dus niet na 2 weken pas rapporteren. Dan is het van de mondsnamenronde is gedaan. En zodra het uit het lab komt, pas gelijk door. Dan moet er ook die versnelling in zitten. En dat kan. Dat is een kwestie van organiseren. Jeroen van Leuken en Jeroen Langeveld, allebei. Zou je op basis toe. We hebben besloten om 7 dagen, 7 monsters per week te gaan nemen. Toen dit allemaal nog wat meer mist was. En de fit die Jeroen Langeveld liet zien nog niet zo scherp was. En eigenlijk hebben we nu nieuwe informatie, nieuwe feiten boven water. En zou je op basis daarvan kunnen bijstellen van, hey, maar 7 keer per week is eigenlijk niet nodig. 3 keer in de week is genoeg. Of neem maar 4, maak het 4 keer in de week, maar 7 keer per week zou te veel zijn. Mag ik erop reageren? Ja, dat is afhankelijk van het handelingsperspectief, Bert. Als je de curve goed wil beschrijven, is 3 keer per week genoeg. Maar als je net, wat ik net zei, het wil gebruiken om bron- en contactonderzoek te sturen, dan het liefst elke dag. En als je het natuurlijk, hè, maar daar is, volgende week hebben jullie daar weer een hele mooie sessie voor bij Stoa. Als je zegt van ik ga rioolwater gebruiken voor andere dingen. Ja, ik zou het heel graag een paar dagen als er wateroverlast is geweest, een paar dagen willen volgen hoeveel mensen diarree hebben. En dan moet je elke dag meten. Dan is om de dag is dan weer niet genoeg. Dus te beschrijven van de curve nu 3 keer per week, fantastisch. Heb je andere doelstellingen? Ja, dan is het fijn dat die infrastructuur er straks is dat het 7 keer per week kan. Ja, en aanvullend daarop geldt natuurlijk ook, hè, niet alle monsters slagen. Dat zien we nu ook al. We zitten meestal op zo'n beetje 90%, geloof ik. Of 90-95%. Dus dat betekent ook straks, hè, bij 7 dagen in de week ga je ook nooit de 100% halen. Dus je zit in de praktijk ietsje lager. En dat moet je natuurlijk wel meerekenen. En aanvullend daarop, bij testen geldt, dat is op zich een redelijk stabiele infrastructuur. Je bent afhankelijk natuurlijk van de bereidheid van mensen om te komen. En de capaciteit varieert in de tijd, maar je zag bijvoorbeeld in de kerstvakantie, dat op bepaalde dagen, op de feestdagen, op 1 januari bijvoorbeeld, werd er heel weinig getest. Nou, dat zijn de dagen waarop het rioolwater natuurlijk gewoon doordraait. Dus dan heb je geen last van zo'n dipje in de teststraat. Ja, mooi. Ja, je ziet ook elke week het weekend terug in de testen, hè? Dat ook, ja. Ja. Als we dit nou plaatsen, want dit focust op de feiten, de mening en metingen die we doen. Maar we zijn in een breder maatschappelijk context ook een land in lockdown met een avondklok. Waterschappers die vooral thuis hun werk doen. Doen dan die metingen en feiten ertoe als je kijkt? En hoe doen ze ertoe als je kijkt naar wat de impact is op de maatschappij en ook de maatschappelijke reactie daarop? Ja, dat is natuurlijk nog een. Ik beschreef het ook al. Het is natuurlijk een project of een programma wat nog echt in ontwikkeling is. En ik ben heel blij dat er al zulke voortschrijdende inzichten zijn. Zulke verregaande inzichten in wat deze data kunnen betekenen. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je het echt hebt over het nemen van maatregelen. Echt harde data hebben. En er moet er geen twijfel zijn over de stabiliteit of de interpretatie. Want die maatregelen hebben een enorme impact natuurlijk op de samenleving en op de economie en op de volksgezondheid, op andere delen van de volksgezondheid. Dus daar moet geen twijfel op zitten. Daarom is het denk ik in dit stadium dat het vooral van belang is om snel toe te werken naar een betere interpretatie van al deze gegevens.
en toepassing, inderdaad wat Jeroen zegt, voor versterking van de GGD'en bij bijvoorbeeld een bron- en contractonderzoek. Het versterken van de informatievoorziening richting onze bestuurders. Maar de allerlaatste stap is pas het... Jeroen is weg, maar wij kunnen gelukkig nog door. Wie kunnen door? Ik kan er nog door. Ja. Waarom blijven wij als twee erin? Dat zijn mensen. Wij zijn. Zijn we er nog? We zijn er weer. Ik ben hier, ja. Ik zie nog wel de verbindingen. Yes. Het euvel is in ieder geval... wil dat bij de digitale studio gewerkt wordt aan een internetkabel. En dat is heel lastig. Horen jullie mij nog? Ik hoor je luid en duidelijk, Maarten. Ja, ik zie dat een aantal mensen mij horen. De verbinding is wat korrelig, maar we zijn nog in de lucht, dus de kabel is niet door. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor dit stuk van het gesprek. Bij ons aangesloten is ook, en ik wil daarmee graag naar het volgende onderdeel. Dank. Wij gaan naar Dirk Siert Schoonman. Hij is dijkgraaf bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. En in die zin ook mede-organisator en initiatiefnemer. Hij is aangesloten en ik ben heel benieuwd naar... hoe hij kijkt ook naar de betekenis van COVID voor het waterschap. Welkom, Dirk Siert. Ja, dankjewel, Maarten. Ja, de betekenis van COVID voor het waterschap. Ja, allereerst natuurlijk, zoals iedereen, heeft een enorme impact op je werkorganisatie. Maar laten we ook eerlijk zijn, op het moment dat je alle mensen thuis hebt zitten en het werk gaat gewoon door en je hebt allerlei protocollen ingericht, dan zijn wij gelukkig dat wij als waterschappen gewoon ons werk kunnen blijven doen. Maar vervolgens kwam wel de vraag bij ons te liggen van, joh, zouden jullie ook in zeg maar een early warning system je big brown data beschikbaar kunnen stellen? En dat heeft ons wel getriggerd. We willen natuurlijk graag in een donkere periode zoals de pandemie eigenlijk is, ook graag een bijdrage leveren daar waar mogelijk. En dat heeft ertoe geresulteerd dat wij in een soort stroomversnelling in staat zijn geweest om de juiste protocollen met de juiste veiligheidsmaatregelen voor ons personeel ook daadwerkelijk tot bemonteling over zijn gegaan. En het is mooi om nu te constateren dat we ook heldere afspraken hebben kunnen maken over de verantwoordelijkheid. Van wie zijn nou de data? Waar worden de kosten liggen? Wie moet ze interpreteren? Nou, dat is allemaal in een vrij korte periode gedaan. En ik was ook wel blij met de inleidingen die we dus net hebben gehoord, dat het echt een toegevoegde waarde heeft. En misschien het voorspellend vermogen was het aan het begin van de pandemie groter dan het op dit moment is. Maar ik denk dat het zeker ook in de toekomst nog een heel grote toegevoegde waarde heeft. En dat daar zijn we als waterschappen trots op dat we daar die bijdrage kunnen leveren. Ik heb helaas een stukje moeten missen. Hopelijk horen jullie mij wel goed. Dirk Siert, kun jij knikken als je mij hoort? Fijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij het waterschap ziet in deze eigenlijk datarevolutie. We hebben van Jeroen Langeveld net te horen gekregen van hoe de metingen geanalyseerd worden. En eigenlijk zie je dat niet zozeer meer het waterbeheer daar misschien centraal staat, maar meer het goed kunnen meten en analyseren of duiden van de data die het oplevert. Is dat een nieuwe of misschien in het verleden ondergeschikte rol van het waterschap? Hoe kijk je daar? Wordt het een dataschap? Nou, kijk, dit is een dienst die we kunnen leveren aan onze Nederlandse BV, hè? Maar ook in ons eigen werk kunnen we heel veel data verzamelen, interpreteren en daar actie op ondernemen. Die big brown data waar ik het over had, als het gaat over vergunning, toezicht en handhaving, kijken we ook wel wat er in onze riolering gebeurt. Als het gaat over bijvoorbeeld drugsafval. En daar gaan we gericht dus ook op zoek naar degene die drugsafval stort in onze riolering. Nou, daar heb je datastromen voor nodig om dat te kunnen analyseren. Dus daar hebben we aan onze eigen kant profijt van die data die we kunnen gebruiken. En daar waar wij anderen kunnen helpen, doen we dat natuurlijk graag. Maar dit is natuurlijk wel weer een voorbeeld dat je
heel veel data kunt verzamelen, nice to know, maar het gaat vooral om wat heb je echt nodig. Dus die discussie moeten we elkaar wel met elkaar voeren, dat we de juiste dingen gaan meten en de juiste dingen gaan verzamelen. Met daarnaast natuurlijk nog de discussies over van ja, het zit er ook een ethische kant aan. Want dat is wel een best wel een ingewikkelde vraag, dus dat moet je wel altijd in het achterhoofd houden. En welke ethische kant zit er aan een meting? Kun je daar wat over zeggen? Nou, kijk, bij COVID, we hebben natuurlijk de teststraten en daarmee hebben we ook in beeld waar de besmette wijken zitten van Nederland, waar de grote haarden zitten. Die zou je ook via de rioolzuivering kunnen ontdekken. Nu gaat het over een pandemie waar we inmiddels van weten hoe die zich ontwikkelt en wat de gevaren voor de mensen zijn. Aan het begin van de epidemie had je bijna oude middeleeuwse gedachten erover kunnen hebben van joh, als je weet waar het virus zit, sluit de stadspoort en zorg dat daar de mensen geen kant meer op kunnen. Je zag het eigenlijk een beetje in Wuhan. Nou, als je op die manier beslissingen neemt, dan zit er echt een ethische kant aan van wie bepaalt nou op basis van welke gegevens dat soort besluiten genomen worden. En dat betekent dus ook van dat je aan de voorkant na moet denken wanneer stel je die gegevens beschikbaar. En dan moet je echt wat meer weten over het virus. En aan het begin van de pandemie was dat veel ingewikkelder dan het vandaag is. Ja, ja. En ik denk dat levert eigenlijk ook nog een heel nieuw inzicht op wat een ethisch datavraagstuk is die misschien eerder binnen een waterschap nooit zo op tafel heeft gelegen. Nee, dat klopt. Kijk, en nu zit er echt een volksgezondheidsissue aan. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook andere grote issues die kunnen gaan spelen. Dan gaat het over bijvoorbeeld waterveiligheid. Daar kun je ook heel veel op monitoren. Ook daar heb je belangrijke beslissingen te nemen. Bij wijze van spreken, als je praat over eventueel evacueren van gebieden, wat echt economie en maatschappij ontwrichtend is. Ook daar zul je verstandige afwegingsprotocollen voor moeten hebben die ook gefundeerd zijn op basis van de juiste data met de juiste interpretatie. Dankjewel. Dankjewel voor deze reacties en inbrengen en ook duiding van hoe het waterschap hier eigenlijk een rol in heeft en ook nog nieuwe vraagstukken heeft om te tackelen. Ja. Dankjewel. Wij gaan naar het volgende onderdeel. En in dat onderdeel vraag ik terug Bert Paulsma. Want we hebben bijna een uurtje erop zitten met een hoge informatiedichtheid. We hebben het coronadashboard en de metingen langs gekregen. We zien een poll die jullie nog beantwoord hebben. En dat is de poll over hoe zit het met die meetpunten. En meer dan 50% heeft dat juist. Er zijn 656 metingen per week op 328 meetpunten. Dus chapeau voor de deelnemers hier. Ik introduceer ook dan nog de laatste vraag, want eigenlijk Dirk Siert die tipt daar al iets op. Het geeft nieuwe vraagstukken. En eigenlijk mijn peiling als laatste peiling is, mogen de waterschapsbegroting omhoog om alle metingen te doen en de data te verwerken? Want dat was natuurlijk niet de eerdere rol van dat waterschap. Mag die omhoog? Ja. Of nee, of je weet het niet. Wij zijn benieuwd. Jeroen Langeveld, Bert, die kondigde net al wat aan. Dit onderwerp is met deze lunchlezing. Ik hoop trouwens dat jullie tussendoor lekker je boterhammetje opeten of iets anders doen. Maar Bert, STOA stopt hier niet mee. De waterschappen stoppen hier niet mee. Wat zit er aan te komen? Een hoop, een boel. Nog eerst even één reactie op een opmerking van Dirk Siert. In het begin van de pandemie wisten we niet precies hoe eng het was, of de virus in het water overleefde enzovoort. Dat is een hele belangrijke fase geweest. Zwemwater, arbo-omstandigheden van medewerkers, verzin ze maar. Daar hebben we gelukkig met goede mensen als Imke Lenen en anderen snel antwoord op weten te vinden. Maar bij een volgende, laten we hopen dat het eventjes duurt, maar bij een volgende epidemie zou dat net weer even anders kunnen zijn. En zou de rol van de zuivering of een overstort heel anders uit kunnen pakken dan zoals we nu bij COVID er tegenaan kijken. We zijn blij dat we het kunnen meten, maar eigenlijk de zuivering speelt geen rol, want het is al morsdood op het moment dat het bij de zuivering aankomt. Toch gaan we er verder mee. Want er wordt een
Er is een enorme infrastructuur opgetuigd met bemonsteringskasten, kennis over hoe te bemonsteren, te transporteren enzovoort, analyse. En wat gaan we nou doen als hopelijk zo snel mogelijk die COVID-epidemie voorbij is? Nou, op 8 februari organiseert STOA samen met RIVM, of RIVM samen met STOA, een seminar, een webinar alleen voor waterschappers, om te kijken hoe we die volksgezondheidsaspecten beter beet kunnen pakken. Wat zouden we als waterschappen daar nou mee kunnen doen? Wat zouden we als waterschappen willen? Wat zouden we kunnen? Epidemieën, virussen, pathogenen, maar ook drugs, obesitas, verzin ze maar. Je kan alles in principe meten. Wil je dat meten, kun je het meten, is vers 2. Wat Dirk Siert ook benadrukt heeft, de positie van het waterschap in, deze ethische discussies is een parallel verhaal. En dan moeten we zeker, die zeker gevoerd moet worden. Maar de 8e, samen met RIVM, wat zou er mogelijk zijn? Wat zouden we willen? Wat zouden we kunnen meten aan gezondheidsparameters in de riolering? Als laatste, natuurlijk gaan we ook voor de waterkwaliteit, meer de taken van het waterschap zelf, hierbij kijken hoe we die infrastructuur van monsterkasten enzovoort slimmer kunnen gaan gebruiken als het eventjes niet meer nodig is voor de COVID. Drugslozingen, illegale industriële lozingen, optimalisatie, RWZT, verzin ze maar. Een baaiat aan mogelijkheden, die gaan we samen met de waterschappen verkennen en kijken waar we ze op kunnen pakken. Dat was het wat mij betreft, Maarten. Heel goed. Jullie kunnen op stoa.nl ook nog verder doorkijken en lezen wat er in die agenda te doen is en je mogelijk daarvoor aanmelden als je in die doelgroep valt. Dus wees welkom. We hebben nog een paar minuten tijd voordat we deze sessie afsluiten. En die wilde ik ook graag gunnen aan onze twee hoofdsprekers in deze sessie, de presentatoren. Met eigenlijk de vraag, welke inzichten of en onderbouwing willen jullie aan de deelnemers voor vandaag nog meegeven als een soort tip? Let daar eens op in je eigen werk of in je eigen context. Jeroen van Leuken, mag ik jou nog het woord geven? Ja, dat is een goede vraag. En ik zit even te denken of ik daar direct een antwoord op heb. Kijk, wat het mooie van dit programma is, is dat er met heel veel mensen, volgens mij heel enthousiast aan dit programma gewerkt wordt. En dat we live eigenlijk, in de grootste pandemie volgens mij sinds lange tijd, en misschien wel sinds 100 jaar, heel veel gegevens aan het verzamelen zijn. Die ongetwijfeld jarenlang nog tot heel veel onderzoek en inzichten ook gaan leiden. Ik heb een paar grote vragen benoemd, die vanuit de beleidscontext spelen. Ja, die zou ik eigenlijk gewoon willen meegeven aan deze groep. Ga met al die data aan de slag, ga die analyses maken. En kijk of je aan die grote vragen een stukje van een antwoord kan bijdragen. Mooi, dankjewel. Bijt je erin vast. Jeroen Langeveld, mag ik jou ook nog zo'n tip geven voor de mensen die kijken en meechatten? Jazeker. Wat ik dus ook al zei, ik ben dus heel erg op zoek naar het handelingsperspectief. Maar daarnaast, want er is natuurlijk maar een klein deel van de mensen die onderzoek doet. En het grootste deel van de mensen in onze sector zorgt ervoor dat alles draait. En wat we natuurlijk zien is van dit onderzoek bestaat bij de gratie dat de gewone gegevens, debietmetingen, capaciteiten van gemalen, het functioneren van gemalen en zuiveringen, dat op orde is. Want als dat niet werkt, dan gaat ook die monitoring niet goed. Dus eigenlijk, mijn verhaal naar de achterban is van, zorg ervoor dat de basis ook op orde is. De gewone dingen, want alleen maar daardoor kun je dus doorbouwen wat we nu hebben gedaan. En heb je die basis niet op orde, dan wordt dat super ingewikkeld. Want dan moet je ook nog eens overal de beatmeters aanleggen, enzovoort, enzovoort. Dus de basis op orde is extreem belangrijk. En we kunnen dit doen omdat we eigenlijk in Nederland al op een heel hoog niveau zitten op dat vlak. Kan altijd beter, maar dat was eigenlijk mijn verhaal of mijn reactie hierop. Goed zo, dankjewel. Bert, volgens mij hebben wij een mooie lunchsessie gehad. Het broodje kennis, zullen we maar zeggen. Dank voor jullie bijdrage hier. Wilde jij nog wat zeggen, Bert? Nee,
Nee, dan Dirk Sier, dankjewel. Etienne, Vincent, Jeroen en Jeroen. Wij wensen jullie heel veel plezier en inspiratie in de andere sessies van Do Facts Matter. Een fijne dag.